ik voel me met een minuut ouder. Wij gaan nu een makeover geven. Dat is het teken dat er iets aan mij moet veranderen. Wat is die? Die shit hem les aan. Richt me mijn mond. Yo, tof dat je kijkt naar een nieuwe video van CookTV Fastlab. Mijn naam is Milan en vandaag ga ik iets heel tofs doen. Ik heb Nick bij me. Nick is haar en make-up artist. Nick gaat me omtoveren tot oude opa, want vandaag ga ik Melissa verrassen. Melissa is onwijs dol op haar opa en samen met haar opa heeft ze wel eens een fotoshoot willen doen voor de kinderboekenweek. Dat is toen helaas niet doorgegaan en dat ga ik vandaag rechtzetten met een heel tof team. Zoals je ziet, mijn pruik wordt erop gezet. Ik heb een oude jas, ik krijg een snorretje, ik krijg een wenkbrauwen, ik heb een hele ouderwetse bril. Vandaag wat we gaan doen, ze krijgt een make-over. Haar opa krijgt een make-over. Na de make-over zien ze elkaar weer en gaan ze met z'n twee een hele toffe fotootje doen. Ik ben benieuwd hoe ze gaat reageren. Ik ook. Ja, hè? Ik voel me met een minuut ouder. Nijlen, goedemiddag. Ik zoek eigenlijk vrijwilligers, jongere vrijwilligers. Hoi, goedemiddag. Ik hoorde van jouw moeder dat je leuk met ouderen bent. Nee hoor, dat is niet voor mij. Oh, je mag je opa meenemen. Ik weet het echt niet. Nou, dan ga ik verder. Oké, ik ga nu gewoon terug en ik ga weer aanbellen. Want opa's zijn heel vergeetachtig. Zou ik echt niet willen doen? Wanneer is dat? Vandaag. Ik moet naar de fiets. Dan ga ik helaas weer weg. Oh, ben ik hier al geweest? Dat wist ik niet. Als jij mij helpt, help ik jou. Maar ik heb wel gehoord dat je een hele leuke opa hebt. Ja, dat is waar. En dat je een keer een fotoshoot met hem hebt willen doen. Hoe weet je dat dan? Kom even naar buiten. Ik heb gehoord dat jij een hele leuke opa hebt. En nu is het zo dat ik iets heel tofs heb geregeld. Maar ik ga natuurlijk nog niet zeggen wat het is. Oh my god. Dan moet je toch wel echt met me mee. Ik ga een hele leuke dag bezorgen. Maar wat we gaan doen, dat hoor je later op de dag. Wil je met me mee? Ja hoor. Yes, het is gelukt! Nou Melissa, wat we gaan doen nu is, we gaan een moodboard maken. Omdat we je opa een kleine makeover willen geven. Ik heb hier een foto van opa Jan. Ik heb daar heel veel magazines mee, ik heb dingen uitgeprint. Dus zou je het leuk vinden om een soort moodboard te maken van qua kleding wat je bij hem zou willen zien? Ja, is goed. Wat zou je bij je opa willen zien als ik deze foto zie? Die broek. Ik had een beetje zelf een beetje strak, misschien ook voor zijn leeftijd. Ik heb natuurlijk zelf ook wel een beetje voor onderzoek gedaan op internet. Hier kunnen we ook wel wat mee, denk ik. Maar Melissa, jij bent net geslaagd, zag ik. Gefeliciteerd. Dankjewel. Weet je al wat je wil gaan doen? Ik ga manager leisure en hospitality doen. Oh, wat goed. En wat wil je dan uiteindelijk gaan doen? Dat weet ik nog niet helemaal. Oké. Melissa, wat vind je ervan? Ik vind het geweldig. Nou, dan gaan wij nu jouw opa verrassen, want die weet natuurlijk ook nergens van. Ik ga jou naar binnen sturen en dan moet jij het hem gaan vertellen, want jij kent hem natuurlijk het allerbest. En dan kom ik er later bij en vertel ik een beetje wat we gaan doen. Nou, wij zijn bij het huis van opa Jan. Die woont hierachter. Oké, ik geef deze jou. En dan zou ik zeggen, heel veel succes. Oké. Hallo opa. Hallo. Ik heb dit moodboard gemaakt en wij gaan nu vandaag een leuke dag verzorgen. Oké. Dus de vraag is of u met ons mee wil gaan. Nou, dat wil ik wel hoor. Ja? Wil je binnenkomen of? Ja, is goed. Vertel. Wij gaan nu een makeover geven. Oké. Dat betekent dat er iets aan mij moet veranderen. Nee. Hallo opa Jan. Hi, Jan Moed. Hi, Milan. Ik heb gehoord dat hij... Nou, je heeft dus een hele leuke kleindochter en wij hebben wat foto's gezien. En toen dachten wij van nou, jullie band samen is al heel goed, maar dat kan nog beter. Ook misschien een beetje de kledingstijl. Dus ik heb met Melissa een hele mooie moodboard gemaakt. Melissa die wil al heel graag mee. Ja. Ik wil ook vragen of je ook mee wilt vandaag met ons. Nou, ik heb Melissa al ja toegezegd, dus ik kan er niet meer weigeren. Oh, wat goed. Nou, dan zou ik zeggen pak uw jas en dan kunnen we gaan. Nou opa Jan, ja. Zijn we dan? Ja. In de Stef Fotostudio. Wij hebben vanochtend dus een hele mooie moodboard gemaakt. En wij vonden deze foto. En toen zeiden wij tegen elkaar als allereerst dat broekje. En toen dachten wij, nou weet je, we gaan een mooie moodboard maken. Wat toffe outfitjes bij elkaar scoren. Voor vandaag heb ik een styliste geregeld. We hebben een haar- en make-up artist. Dus wat wij willen gaan doen is u een hele grote mooie make-over geven. En als verrassing, ook nog daarbij, willen we Melissa ook een make-over geven. En dat wist ze zelf ook nog niet. En als kerst op de taart, als jullie helemaal ready zijn na de makeover, mogen jullie met z'n tweeën een hele toffe fotoshoot doen. Oké, mooi. Jullie mogen elkaar alleen niet zien tijdens de makeover. Oké. Dus jullie zien elkaar ook echt pas als alles helemaal af is. Oké, dat kan allemaal leuk worden. Ja.
ik ga jullie voorstellen aan het team. Dit is Nick, die gaat zorgen voor de haar en fysiologie. Dan hebben we Rachel, die zorgt voor de styling. En Bram, die gaat jullie vandaag heel mooi op de foto zetten. Melissa, ik ga jou vragen om de ruimte te verlaten. Want wij gaan met opa Jan bespreken wat we allemaal gaan doen. We komen straks terug bij jou. Melissa en ik hebben natuurlijk een moodboard gemaakt met wat toffe stijlen. Ja, ik zie al hele leuke dingen gebeuren. Dit is natuurlijk een hartstikke leuke zomerse beach look. Hier zie ik een hele leuke relaxte look. Ik kan hier wel wat mee. En qua haar en make-up? Veel casual, maar wel mooie overhemdjes. En ik zie dat alle haren niet zo heel erg gesteld zijn. Ik denk dat wat opa nu heeft, dat dat in de goede richting is. Maar we gaan het even een beetje fine-tunen. Als ik opa Jan zie, dan zie ik nou niet echt een echte opa. Dus we gaan er gewoon voor zorgen dat hij jong, fris op beeld komt. En met de juiste lichtopstellingen zorg ik ervoor dat je er goed, strak en vooral stoer op staat van meteen. Ik zou zeggen, neem lekker plaats op de visagiestoel. En dan komt het helemaal goed. Je ziet er al heel jong uit, maar het wordt nog jonger. Is het erg? Nee hoor, ga door. Precies, oké, dat dacht ik al. Wat heb je in gedachten voor Melissa? Ik heb een hele leuke zomerse look met stipjes, maar ook een heel stoer pak. Ik zou zeggen, laten we gewoon gaan proberen. Ja. Mama en oma, jullie gaan het meemaken. Vandaag zijn jullie een beetje benieuwd. Super benieuwd. Hoe mooi is het dat je met opa en kleindochter helemaal foto's krijgt? Ja, super. Ja, toch? Het is nog steeds opa Jan. Nou, soms is het gewoon Jan, geen opa Jan meer. Kijk eens even, outfit nummer 1. Vind je ervan? Apart. Misschien dan toch iets met een broek. Wat vind je zelf heel mooi als je naar kijkt? Met die stipjes. Kijk eens aan. Veel beter dan de vorige dag. Ik vind het leuker. Riet is ding. Richt me op mijn moed. Weet dat je niet van de jurkjes bent, maar in combinatie met een stoer jasje met franje. Hoppakee. Wat vind jij ervan? Ik vind die broek echt niet zeg, maar het jasje vind ik wel leuk. Wat vindt u ervan? Jong en plus plus hè. Bij elke fotoshoot hoort natuurlijk een klein make-upje. Om toch een beetje die glimlach te halen, dan doen we er toch een basis make-upje op. Moet natuurlijk niet te jong lijken. Nee, dat is waar. Oh, jammer. Het is wel nu goed om gezien te hebben wat jij wel en niet leuk vindt. En dan gaan wij jouw setje voorbereiden voor de shoot. En die krijg je straks zelf ook pas te zien. Oké. Nou, dan ga ik je meenemen naar haar en make-up, want jouw opa is ook klaar. Die gaan wij hier naartoe meenemen. Ja, dan word jij helemaal mooi gemaakt daar. Nog mooier dan dat je al bent natuurlijk. Wij gaan nu even de grote wisseltruc doen, want ze mogen elkaar natuurlijk niet zien. Opa Jan, komt hij mee? Ja. Oké, komt hij maar. Loopt hij maar door. Zo, 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 zo. Nou, hoppakee. En Melissa, gaat die kant op? Hier zijn draadjes, ja. Ja. Nou, zo fixen we dat. Nou, komen we zo weer bij je terug. Moet ik hier gaan zitten? Je mag ook blijven staan, maar ik denk dat zitten iets comfortabeler is. Vertel, wat wil je echt niet? Heel kort haar. We gaan het alleen een beetje bijwerken en iets moois van maken. Heb je haar altijd vast, heb je het wel eens los? Ik heb het de laatste tijd best wel vaak los. Dan ga ik zorgen dat het nog mooier is. Mag ik Jan zeggen? Ja, mag hoor. Want dat opa Jan, dat kan ik niet meer zeggen. Kijk hoe goed hij eruit ziet. Nou, Jan, daar gaan we. Ik wil beginnen met de beach look. Ik zag in zijn ogen dat hij het niet zo heel erg leuk vond. Maar komt goed, we hebben heel veel outfits voor hem. Zo, kijk eens aan. Nu is het helemaal geen opa Jan meer. Ik vind het echt best wel goed. Ja, het is een enorme verandering. Maar nou had je net over strand. Waar is de strand nu? Dat wordt geregeld. Oké, wij gaan door naar outfit nummer 2. We hebben een heel mooi glitterjasje voor je. Baba. Wat zijn jullie lekker bezig? Ze hebben al geknipt, nu in de krul. Ik heb wel ook al naar je opa gekeken. Ik denk wel dat er nu een beetje strijd komt. Wie er het beste uit gaat zien? Wie gaat er het beste uitzien? Mijn opa. Dat is wel heel lief natuurlijk. Ja, die strijd zit er totaal niet in natuurlijk. We gunnen het elkaar allebei. Ben je ready? I'm ready. Hi. Zo, wat een upgrade dit. Hoe is het mogelijk? Nou, Rachel, het is echt een... Hele nieuwe man. Zo, nou, de krullen zitten erin. Nou, dan gaan we door naar de make-up inderdaad. Nee, natuurlijk niet. Nee, we gaan het gewoon lekker uitkammen. En daarna doen we vast de make-up natuurlijk. Wat vind jij ervan? Ik vind het leuk. Zullen we dan wat aan de make-up gaan doen? Hoppakee, lekker jasje hoor. Wat vind je ervan? Ja, eventjes wennen. Een kleine verandering doen, een overhemd. Oké, okay. Nou, laten we het proberen dan. Yes, okay. Tot zo. Ik ben toch benieuwd wie er straks mooier uit gaat zien. Of het Jan of Melissa wordt. Wat vind jij ervan? Ik vind het echt wel mooi. Ik ook. Jij bent natuurlijk heel benieuwd naar je opa. Zeker. En hij is heel benieuwd naar jou. Dan ga ik Jan naar binnen halen. Ja, goed plan? Oké, let's go. Nou, wij hebben Melissa en Jan vandaag een makeover gegeven. En naar mijn mening zien ze er heel goed uit. Oké, Melissa, ben je ready? Ja. Daar gaat hij. 3, 2, 1. Wauw, mooi hè? Prachtig. Nou, dan ga ik jou vragen om ertussenin te staan. Want dan ga ik Jan erbij halen. Oh, hij is naar huis gegaan, sorry. Nou, Melissa, ben je benieuwd naar je nieuwe opa? Zeker. Jan, ben je helemaal ready? Ja. Komt-ie maar. Alles leuk. Ah. Ah. Ja, hij ziet er gelukkig
uit. Bram gaat jullie heel mooi op de foto zetten. En jullie krijgen niet alleen een prachtige fotoboek, maar Rachel heeft ook nog een leuk cadeautje voor jullie. Jullie mogen de outfits ook houden. Heel leuk. Dankjewel. Nou, dan gaan wij beginnen met de fotoshoot. Yes, gaan we doen. Melissa en Jan, hoe vonden jullie de dag? Oh, leuk hoor. Ja, 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 genoten was echt, van de dag. Ja, genoten. En een nieuwe outfit erbij, hè? Ja, nieuwe outfit, nieuwe look. En als cadeautje hebben wij een fotoboek waar al jullie foto's van de shoot in staan. Leuk, alsjeblieft. Dankjewel. Vond je dit nou een toffe video? Doe dan even een blauwe duimpje omhoog. En als je nog niet geabonneerd bent op het kanaal van Coca-Cola, doe dat dan hieronder en zet ook gelijk even je notificaties aan. En dan zou ik zeggen, tot de volgende keer. Ciao! Ciao!